Eet smakelijk, schatjes. Yeah. Eet smakelijk. Hey allemaal en welkom bij de 5e Japan vlog alweer. Nou, we staan buiten te wachten op papa en Jacky. En ik heb een oorinfectie bij mijn tweede gaatje. En daarom heb ik dit vreemde kapsel. Anders zou het er wel wat leuker uitzien, hoop ik dan. Maar heel erg bedankt. En wat moet je nou met zo'n broertje? Niks. Hij maakt foto's van je, laat je telefoon vallen. En glas is weer kapot. Nou, top. Nou ja, we gaan naar het Keizerlijk Paleis. En een andere tempel. Ik bedoel, gewoon een tempel. En misschien een tweede tempel. En we gaan een beetje door de stad lopen, want ik wil graag een katoenen kimono kopen. En we gaan naar de shoppingmall. Nou ja, dat gaan we dus vandaag doen. En het regent nog steeds, alweer. Ik weet niet of het alweer of nog steeds is, maar het regent in ieder geval. En we hebben gratis paraplu's, dus top! Zit wie er ook? Ja! Ziet je mama? Ja. Ja, wie er ook. Zo'n draag ben. Wow, we zijn ook. We zijn weer in zo'n supermarktje, Fresco's, en ze hebben echt vreemde groenten en dingen die we echt nog nooit hebben gezien. Is dat nori? Ik bedoel, ik weet niet meer hoe dat ik. Oh, what the fuck is dit? Dit is een soort superhard zeewier. Heel erg raar. Het is echt superhard. And we found the sushi! Ik denk dat dit. Nee, dit was niet de box die ik gisteravond had. Die van mij was lekkerder, want het had geen vis-eitjes. Dus ze hebben hier leuke dingen. Nice! Die kwam wel af. Tempura, mijn grote liefde. En ze hebben ook een soort van tempura hamburgers met allemaal verschillende dingen. Dat heb ik nog nooit gezien. Lekker! Mooi! En hier zijn allemaal cafeetjes. Kijk die vogel daar! Ja, dat is wat ik zei. Oh, naar die brug! Ja. Oh ja, ik zie je. En daar bij de oever! Oh, bij de oever, de white ones, daar. Kijk eens. On the left, de white ones, die zijn mooi. White herons, die zijn schitterend, die zijn nog mooier dan die andere. Ja, ja. En daar is weer zo'n vogel, zoals Ben net al helemaal ten rechte opmerkte. Er is ook een fiets, mensen. Wacht. Daar is de vogel. Daar is de fiets. Wow! En we lopen nu in dit soort kleine cutie straatjes. Ja, vet! Heel apart. En er zijn hier allemaal restaurantjes die toeristen proberen te verleiden om bij hun te komen eten. Ga naar de etensmarkt.
het mooiste restaurantafval dat ik ooit heb gezien. En het glimt helemaal. Woe, wauw. En we zijn hier. Een soort van Aziatische Flying Tiger. Met allemaal vreemde dingetjes en schattige dingetjes. Oh, wat zit erop? Cactusjes. Maar cactusjes vind ik nu echt heel stom. Maar er zijn wel grappige dingen. Hier wil ik wel kijken. Kijk eens hier links. Kijk eens naar links. En kijk, de lipstick met de bekende doorzichtige lipstick met de bloem. Die vind ik hier gewoon. En kijk, dit is de tester. En hij is al gebruikt, natuurlijk. Maar het is zo grappig, omdat ik hier op internet heel veel over heb gezien en zo. En dat is echt super snel uitverkocht. En hier is het gewoon. En het is ook nog eens in de solden. Nou, echt heel erg grappig. We zijn in een soort van 100 yen shop. En ze hebben heel veel dingen. Ook... Oh ja, die pennen. Ik weet niet of dit calligrafiepennen zijn of niet. Ja. Maar ze hebben superveel grappige dingen. En Ben heeft zandlopers gevonden. En ze hebben echt ja, van alles en nog wat. Hier was ook iets wat ik... En dit vond ik heel erg leuk. Dit zijn zo van die... Bloeilampjes, maar je kan dit opendraaien. Het is plat, dus dat daar zet je zo neer. En het ziet er gewoon super leuk uit. Ze dus hebben echt heel veel vreemde dingen. Wel leuk. Oh. Bij de toetjesafdeling, nou ja, versierafdeling, hebben ze matcha sugar en een matcha versierpen. Zo leuk, ik ben nu echt verslaafd aan matcha. Nou, we hebben Black Sesam Marshmallows, Matcha Cookies en pennen. Dit is echt een super vette machine. Daar zetten ze een soort logo in het koekje, wat je hier ziet. Hier, als ze gebakken zijn, gaat het schuifje daar. Daar leggen ze een vormpje op. Ja, en daar leggen ze vormpjes. En dan wordt er daar vulling in gedaan. Okay, super cool. En daar zijn dan de klare. Nou, ik heb niet één, maar twee kimono's. Yay, super blij. Ik ben echt super, super blij. Eén zwarte en eentje met een patroon. Ik ga ze nog wel laten zien. Misschien maak ik een Japan shoplog. En we lopen nu hier rond. Ik ben zo blij dat we ze gevonden hebben. Het was in een tweedehands kimono winkel, maar... Ze zijn gewoon nog perfect en ze zijn van zijde, dus helemaal goed. En we lopen hier en de volgende dwarsstraat zou een etensmarkt moeten zijn. Dus daar gaan we eten, want we hebben honger. En hier hebben ze matcha soft ijs. Oh, misschien kunnen we dat daarna nemen. Ze zoeken aardappel, denk ik. Kijk, heb je dat gezien boven, pap? Mooi, ja. Oh, die slippers hier, pap. Gewoon. Vindt die nu? Ja. Het is heel erg vreemd. Met zo'n type door. Ja, het is gewoon heel erg vreemd om op te lopen. Heel erg raar. Maar wel leuk om iets te proberen. De soort oude creepers. In deze winkel hebben ze allerlei vreemde slippers. Hier ook zo'n dikke, maar half rondje. En dan hebben ze deze die niet mag raken. Die zo zijn. Heel erg raar. Ja.
hebben hier een Japanse zeepshop. Een soort van Japanse lus. Maar die is er regelen. Van die jelly dingen. Lekker is? Ik probeer het. Het voelt zo raar. Oh my god. Oh. It's like oh dear. Yeah. Ik vind het wel fijn. En ze hebben ook grote varianten en andere. Deze lekker, hè? Oh, heel erg raar. Ik leg hem daar, hè? Ik ga deze. Ga je maken. Deze proberen? Ja, ik ga deze. Het is heel silver. I love it. Dit is een Snoopy shop, dus ze hebben Snoopy gebakjes en allerlei dingen. Allemaal Snoopy. Heel erg raar. Nou, we hebben net weer geluncht bij Family Mart. Omdat Ben super zeurpoeterig is geworden. En de lunchdeals waren al voorbij of zoiets. En we konden maar niet iets voor ons alle vier goed was. Dus gingen we naar een plek waar het altijd voor iedereen goed is. Namelijk Family Mart. Echt ons leven. Avondeten, lunch, ontbijt. Altijd Family Mart. Echt niet normaal. En het regent alweer. Nog steeds eigenlijk. En we gaan naar het paleis van de keizer nu. Toch, Beep? Noem me geen Beep, Beep zwijn. Oh, sorry, Ben. We gaan toch naar het paleis van de keizer, Ben? Ja, daar gaan we inderdaad niet naartoe. Wel naartoe? Nee. Ja, wel toch? Nee. Waar gaan we dan wel naartoe? Ik heb het niet gedaan. Nou ja, Ben is een beetje in een slecht humeur. In Japan, in Kyoto, hebben ze Paul. Ik bedoel, dat is toch een Belgisch of Frans ding? Belgisch ding. Frans. Maar ik bedoel, Paul, dat is ons geweldige ding. En hier hebben ze antiek en vintage dingen. Furniture stuff. Geen kleding, jammer genoeg. Maar we gaan door. We gaan door en we verzetten ons tegen het... Tegen het teleurstellende gevoel wat ons in de huid schiet. Nou ja, echt heel erg vreemd. En het regent echt super, super erg. Een Le Rouge? C'est quoi un Le Rouge? Un Le Rouge. Oh ja, dat heb ik ooit. En lekker met zijn parapluutje. Ben is lekker met zijn parapluutje. In the rain. Jij moet wel meezingen, anders klinkt het echt vreemd. Nou, thanks. Vinden jullie dat ook, kijkers? Laat het weten in de reacties hier beneden. Nou, fijn. Dankjewel, Ben. Echt, dat geeft me een hele oppepper na dat teleurgestelde gevoel. I know. Nou ja. Nou, het regent echt heel erg, al super lang. Dus we zijn hier gaan zitten. En kijk, mijn tas is helemaal nat. En waarschijnlijk gaan we niet naar het paleis. Ja, waarschijnlijk gaan we naar het Kyoto Museum. En naar de shopping mall! Ja. Jai. Je ziet de regen niet vallen, maar het is er wel. Dat is er zeker. We zijn helemaal nat. Woe! Nou, het is een beetje gestopt met regenen. En we waren daar net trouwens in de 7-Eleven of zo. En daar deden we testjes. En we keihard gelachen en die trek ik ons raar aan. Maar ja, altijd hè, met ons. Nou, in ieder geval, we gaan nu weer naar die straatjes. Zo onder een dakje waar we lekker dingetjes kunnen bekijken. Terwijl we droog... Shopping mall in. Ja, dat is toch wat ik bedoel. Dat zijn geen straatjes met gezellige dakjes waar we dingen mogen kunnen bekijken. Maar we mogen het noemt met één simpel woord winkels. Winkels. Nou, in ieder geval, hier gaan we naartoe. Ik bedoel, daar gaan we naartoe. Huh? Nou ja, in ieder geval, dat gaan we doen. En Ben heeft nog steeds een mooie paraplu. Ook al regent het eigenlijk nauwelijks meer. Maar dat zijn waarschijnlijk nep. Dat zijn niet echt, nee, Birkenstocks. Nou ja, in ieder geval, mijn Birkenstocks zijn fucking cool. Hè, Ben? Dat is nep. Oh, het zijn niet echt van die geweest. Nee, dit zijn echte Birkenstocks. Zuur. Het bewijs wat ze echt zijn. Wacht, auw. Haha, noem. Nou, dit.
Binnen een uur met Birkenstocks zouden ze echt zijn, hè? Nou, natuurlijk zijn ze echt. Ik had ook die doos laten zien. Kijk maar mee shoppen als je me niet gelooft. De Zest Shopping Mall. Want ja, mensen, weet je, deze video's kijken. Misschien ook vrienden van Elin, noem maar altijd een dik zwijn. Dat vindt ze heel leuk. Niet dus. Ja, dat is een goed idee. En ze hebben hier naar... Oh, ik dacht eerst dat dat groen marmer was, maar dat zijn groen foto's marmer. Van bomen. Nee, van bomen. Van bamboe. Er is een bamboebos hier zo. Oh, daar moeten we ook naartoe gaan dan, hè? Ja. Nou, hier ergens zou de shoppingmall moeten zijn. Ik ben heel erg benieuwd. Nou, ze hebben hier allemaal winkels. Let's go! We zijn in Muji. En dit blijkt dus een heel bekende winkel te zijn waar ik nog nooit van heb gehoord. En ik heb net deze twee dingen getest. De Nail Curl Oil en de Cuticle Care. En de nail vind ik het beste werken. Bij die Cuticle komt er niet zoveel uit. Maar dat kan misschien dat de test er bijna op is. Maar er zijn hier heel veel leuke dingetjes. Oh, kijk, dit vind ik wel nog leuke sandaaltjes, hè, deze. Ze hebben ook leuke sokjes. Ik ga daar even kijken. We lopen in deze galerij, want het regende natuurlijk weer. Dus lopen we weer in een galerij. Maar dit is een wat bredere, met allemaal winkeltjes en zo. Dus dit is nog wel tof, hè, Ben? Wat? Oké. Yes, babe? Oké, maar ik moet even dit filmen. En daar hebben ze ook de Cinderella collectie. En we gaan nu een restaurantje zoeken om wat te gaan eten, want het is al laat. Nou, dit zijn echt... En dit is Ben's kimono. Een soort neppe veter ding. En dit is Ben's kimono. Oh, hey, Jackie, see. Jackie, look at this. I haven't seen this. Super nice. Kijk, dit is het patroontje. Okselhaar. Deze ja? Zijn niet eens zo duur, die zijn 3000. Ja, alleen zijn ze vet lelijk. Nou, ze zijn leuk, ze zijn grappig. Zou jij dit dragen? Ik niet, maar iemand die hip wil zijn met die fake veters. Nou, ik vind het echt verschrikkelijk. Zo, echt. Heel erg vreemd dit. Oh, die hadden we daarnet ook al gezien. Echt verschrikkelijk allemaal. Nou ja, let's go. We zijn in de Disney Store! We gaan naar boven, om de kimono! We gaan naar de Chicago! Oh, hier de winkel! Oh nee, ik ga mijn kimono nog niet filmen. Ik laat het in mijn Japan shoppen. Ik laat het in mijn Japan shoppen. Yay, de beste Disney Store ooit! En bellen! Oh, dit moet super lekker ruiken. Alles waar Emma Watson op staat, ruikt lekker. Dat vind ik Emma Watson, hè? Dat is de tekenfilmbel. Weg! En hier hebben ze ook de beste muziek. Ze hebben hier echt vreemde dingen. Testen? Ja, why not? Oké, ik ga het goed proberen. Kut. Misschien trekken. Trek, ja. Geluk. Ruikt het lekker? Mag ik ruiken? Maar niet opdoen, Ben. Mag ik ruiken? Ik vind het lekker. Ik vind het een beetje te... Het is een soort... Roze olie, ja. Nou, we gaan waarschijnlijk hier avond eten. En ja, hier hebben ze allemaal verschillende soorten noedels en zo. Dus het ziet er lekker uit.
Great, hè? Ja, het is goed. Pretty good.